GVD, vandaag heeft de wethouder besloten dat er een binnenstadsbelasting komt of een reclamebelasting. Hoe staan jullie daarin? Ja, dat besluit is zo genomen door het college, dat zij daarmee naar de raad komen. En een beetje de voetnoot staat dat de raad daar ook nog wat van moet vinden. Nou, dat is prettig. Volgens mij besluit de raad hierover. En wat de VVD betreft is het standpunt helder. Wij zijn a priori tegen belastingen, extra belastingen. En vooralsnog hebben wij qua reclamebelasting nou niet direct het idee dat we hier nou echt heel erg enthousiast van moeten worden. Het is natuurlijk, we hebben al eerder gezegd dat het heel erg afhankelijk is van het draagvlak onder de ondernemers hiervoor. Nou, de wethouder gaat daar eigenlijk heel erg makkelijk aan voorbij. Dus dat is in ieder geval een punt dat wij zouden willen maken. Is dat een beetje en, raar? En meer van zouden willen weten, want we hebben ernstige twijfels of er echt een breed draagvlak voor is. Terwijl dat zowel bij de vorige belasting, die het voorstel tot belasting, als dit voorstel, eigenlijk uitgangspunt is dat er breed draagvlak voor is. Wat ook zo vreemd is, dat een groep wel belasting gaat betalen, winkeliers, en een groep winkeliers niet. Ja. Bijvoorbeeld in de passages, in de... Ja, dat is dan inherent blijkbaar aan de reclamebelasting. Dat is in feite een technisch iets, maar dat maakt het natuurlijk op zich wel alweer merkwaardig. Dus ook dat is wel iets om kritisch op te zijn. Want kijk, waar we ook in het verleden tegen hadden, was dat bijvoorbeeld kleine zelfstandigen of dienstverleners ook mee gingen betalen aan dit soort fondsen. Terwijl die er gewoon niets aan terug hebben. Ik bedoel, een advocaat heeft niets aan het feit dat Apeldoorn als winkelstad op de kaart staat. Tenminste, ik kan me er heel weinig bij voorstellen. Nou ja, hier heb je weer een andere groep die dan blijkbaar buiten diegene valt die belast worden. Dus ook in die zin, dat is ook weer merkwaardig. Dus maar die gaan er dan uiteindelijk weer van profiteren, want het wordt geïnitieerd die gaan er wel, om ja, dat activiteiten zijn gewoon winkeliers die in feite van alle activiteiten in de binnenstad profiteren en die betalen dan niet mee. Ja. En eerst was het een oplossing voor de free riders, vooral de grote concerns die vaak niet of moeilijk meededen. Ja. Nou, nu hebben we weer een andere groep. Dus bij ons leven hier nog wel heel veel vragen over. En zoals gezegd, wij zijn in principe tegen lastenverhoging. En dit is toch weer lastenverhoging. Lastenminimaal, maar goed. Ja.